Beste kijkers, het blijft aanmodderen op het daily speelveld van de Ajax. Voor de zoveelste dag nauwelijks tot geen beweging, geen inspiratie te bekennen. Beetje zijwaarts geschuifel, kleine pushjes, kleine minnetjes met per saldo dus geen vooruitgang. Betekent wel dat bovenin het veld nu een eerste rode streep ligt op 7-17 afgerond. Met daarboven natuurlijk de beruchte 7-18,5 rode streep. Dus twee barrières bovenin het veld, waardoor eigenlijk de weg naar boven toch wel redelijk is afgekapt. De tweede zwarte candle op rij, in dit geval gecombineerd met een negatieve swingteller, ook dat stuurt aan op meer berendruk en de RSI die laat voorzichtig een kleine daling zien. Dat betekent dus aanzwellende berendruk, lichte correctiebeweging op dit moment. Op het dashboard staat nu ook de correctiefase aangemeld. En dat betekent dat de kans groeit dat we wat dieper kunnen wegzakken richting de 700 tot 699 passage. Daaronder dan gaat het proces van hogere toppen, hogere bodems in gevaar komen. En mogen we een aanval op de SMA-lijn verwachten die nu rond 687 in het veld ligt. Dat betekent door dat zijwaarts geschuivel en dat zwabberen heen en weer, dat het niet interessant is om met al te zware posities in de markt te blijven zitten en rustig af te wachten op een duidelijk signaal uit het veld waaruit blijkt wat de spelers van plan zijn. Met deze voortgang dus meer zijwaartse beweging tussen 7,17 en 6,99. Dat zijn op dit moment de kantelpunten in het veld. De DAX doet het niet veel beter. Een klein plusje vandaag, maar ook hier voor de zoveelste dag. Ook hier wat geschuifel, kleine plusjes, kleine minnetjes. De kantelpunten zijn duidelijk. U ziet de groene en rode strepen staan. Dus ook daar is het motto, wacht op een duidelijk signaal om tot actie over te gaan. Het is even niet anders. Er komen heus wel weer betere tijden met meer significante koerssprongen. Ik wens u een prettige avond.